Het is niet iets waar je dagelijks mee bezig wilt zijn. En dan heb ik het over overlijden, begrafenissen, crematies. Maar een uitvaart moet natuurlijk wel goed geregeld worden. Voor je naasten of misschien wel voor jezelf. Maar wat moet er eigenlijk precies gebeuren? Fabel. Ja. Tuurlijk, heel verwerkingsproces. Het gaat erom dat je je gevoelens deelt en emoties deelt. Dus het is niet even een uurtje niksen. Want een uitvaart is een uitvaart en dat is gewoon om afscheid van iemand te nemen. Wauw. Hoi Armin. Hoi, welkom. Dankjewel. Wat prachtig. Ik ga er helemaal zachtjes van praten. Ja, vind je het mooi? Ja, ik vind het heel erg. Ik heb nog nooit zo'n setting gezien. Nee, dit is ook best wel vrij uniek. Dit noemen wij de ronde aula. Hier staat de overledene letterlijk en figuurlijk in het middelpunt. Niet zoals traditie getrouw dat mensen achter elkaar zitten en de overledene ergens voor en dat er een spreker is. Nee, hier is het op informele wijze. Ja, en zo dichtbij ook de kist, hè? Ja, erg dichtbij. En dat tegenover elkaar, dat versterkt ook, hè. Als je elkaar niet kent, is dat niet prettig. Maar als je elkaar kent, dus, dan is het fijn om elkaar aan te kijken. Dan is het ook fijn om even een knipoog te geven of even naar elkaar te lachen. Ja. Dat versterkt op zo'n moeilijke dag als een uitvaart. En we hebben dit idee, dit concept eigenlijk nog meer uitgedacht in een Grand Café-achtige setting. Die zit hiernaast. Daar kun je gewoon de kist in het café zetten, zou ik bijna zeggen. Met elkaar gewoon in een huiskamersfeer in zo'n setting afscheid nemen. Maar denk je dat hier echt veel behoefte aan is? Hier, of steeds meer? Ja, steeds meer. Steeds meer. We zien veranderingen in de plechtigheden bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk hele grote plechtigheden. Daarvoor hebben we ook een zaal hiernaast waar 260 mensen kunnen zitten en nog een paar honderd man kunnen staan. Maar dit is echt voor het gros. De meeste plechtigheden hebben wij 50 tot 70 personen. En we merken steeds meer dat mensen op informele wijze, op intieme wijze, zeg maar, een plechtigheid willen en afscheid willen nemen. Ja, prachtig. Er overlijden 140.000 mensen per jaar. Dat is eigenlijk best veel, hè? Dat is heel veel. En jullie doen er 14.000 uitvaarten daarvan. Dus jullie weten er alles van. Hoe regel je dat dan? Op het moment dat iemand komt te overlijden, gaat een van onze uitvaartverzorgers naar de nabestaanden. Ja. Dan komt er een regelgesprek, zoals dat heet. Dus dan gaan we kijken wat de nabestaanden allemaal graag zou willen. En soms heeft de overledene het al vastgelegd, heeft zijn uitvaartwensen kenbaar gemaakt. En kunnen we daar rekening mee houden, kunnen we die uitvaart zodanig invullen. En soms ook niet. Dan natuurlijk de uitvaart, het afscheid zelf. En dat gaat verder dan alleen de uitvaart, maar alles wat erbij komt kijken. Het regelen, het rouwvervoer, de bloemen, de kaarten, de muziek. Maar vooral ook de zorg en de aandacht voor de mensen die iemand verloren hebben. Ja, want wat is nou iets wat het meest over het hoofd wordt gezien tijdens een uitvaart? Wat ons opvalt is dat men vaak niet op de hoogte is van de enorme hoeveelheid aan mogelijkheden die er zijn. Kun je bijvoorbeeld voorstellen dat wij mensen de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld als iemand gecremeerd wordt, om daadwerkelijk mee te gaan naar de overruimte, om daar bij te zijn. Kan dat? Dat kan. Ja, want hoe zit dat eigenlijk? Haak jij in op de behoeften van die mensen? Of is er eigenlijk wel echt een protocol waar jullie je aan moeten houden? Nee, wij zeggen voor rouwen is geen protocol. Iedereen vult het op zijn eigen manier in. En wij willen zoveel mogelijk rekening houden met de wensen. En wat wij ook vooral doen, is dat we ook luisteren naar dingen die er niet gezegd worden. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar als mensen verdrietig zijn, is vaak ook de kunst om te luisteren wat er niet gezegd wordt, om dan juist de dingen zo perfect mogelijk te regelen. Zodat mensen ook na afloop kunnen zeggen, ja, het is echt een goed afscheid geweest. Ja, want je hebt natuurlijk de kist, de kaarten, de bloemen, grafrecht of crematorium. Is dat allemaal, hoort dat allemaal bij het hele rouwproces? Alles, alle kleine dingetjes maken allemaal onderdeel uit van het totale rouwproces. Een uitvaart is dus veel meer dan alleen maar een uur in een aula zitten met vrienden en familie. Het gaat erom dat alles gewoon goed geregeld is. Want als dat zo is, kan je het een plekje geven en dat scheelt een hoop zorgen.